Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een brede zone met bewolking van de Randstad tot het oosten van Nederland en in dat gebied valt veel buige regen. Maar uiteindelijk komt er ook af en toe de zon erbij, en dat geldt ook voor het zuiden en noorden van het land, ook daar van tijd tot tijd zon, maar ook een enkel buitje, de meeste buien dus over het midden van het land. Vanochtend 15 graden, vanmiddag 16 tot 18 graden en dan begint de buigheid af te nemen, het eerst in het zuidwesten. De zon komt er dan ook wat meer bij. De wind blijft wel stevig waaien uit het noordwesten met windkracht 3 tot 6. Vanavond nog een laatste bui in Groningen, maar in de rest van het land is het dan droog, en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. En de zon, die zien we morgen veel vaker schijnen, blijft dan ook droog en de temperaturen gaan omhoog. Bij weinig wind wordt het 20 graden in het noorden en 23 of 24 graden in het midden en zuiden van het land. Nou, dat is al een prima dagje. De zaterdag wordt het nog warmer, 23 tot 28 graden, misschien in Brabant zelfs lokaal 29 en daarbij zijn er zonnige perioden, maar ook een paar wolken. Zondag moeten we weer rekening houden met meer bewolking en buien, misschien ook met een klap onweer. En ook maandag verwacht ik enkele buien. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.